Ja, het is lekker leuk hier in de studio, want we hebben samen gedanst op die tune van Johan Misidjane met Purfututu. Oké, hij is hier op vakantie, maar hij vertrekt straks. Ja. Maar hij heeft al genoten van zijn vakantie. En hij wil zeggen, hij is hier om een biografische documentaire te maken over zijn leven, over zijn muziekcarrière. Want dit jaar, meneer Misidjane, bent u 40 jaar in de showbiz. Ja, dit jaar ben ik 40 jaar in de showbiz, ja. Wanneer precies? Dat is het. Een datum wanneer ik ben begonnen weet ik niet, want ik was 14 jaar. Nu ben ik al 54, dus het is 40 jaar geleden. En vandaar dat het zeker 40 jaar is, ja. Ja, maar het jaartal heeft u wel onthouden. Oh ja, het begin van je carrière is gewoon belangrijk. En het was een family vacation, family Ja, thing, toch. want u bent met... Met de kinderen gekomen. het is eigenlijk een vakantie, vooral 90% vakantie. Voor het eerst eigenlijk echt vakantie in Suriname, want het is meestal, ik zie jullie gelijk, hè, ben ik overal in de kranten. En nu jullie hebben het ook gemerkt, Alice DC, bijna alles aan bidden rustig. Het was op verzoek van hun ook, maar Van ook, je kinderen. ja ook, want weet je wat het is? Je hebt altijd fans. En Sranang loopt mee en mee loopt Sranang. Dus over straat groet je mensen, ze komen hun foto's maken. Maar wanneer jullie naar het bossen van Amadja, dan bellen mensen automatisch. En dan ben ik naast hun en dan kan ik hun niet spreken. En dat gebeurt ook aan de andere kant zo. Maar anyway, het is gelukt. Maar vooral lukt je voor Cora Ede. We dat hebben nou een pers nou volgt dat. een plan bedacht. Hè? En dat Vandaar plan is, is. we hebben een plan bedacht en het is gelukt. Oké. Was u ook deel van het plan Chevelli nog? Charity. Charity. Jawel. Ik was sowieso ook deel van het plan. We houden van Suriname, we houden van artiest Johan Misidjane, we houden van het hele gebeuren. Maar soms wil je gewoon genieten van je land, genieten van het gezin, genieten van zijn met je vader en je moeder. En dan dachten we van even, we gaan het even rustig aan doen. En dan zullen we zien wat komt. Maar het plan was zeker goed bedacht van tevoren. Ik was er deel van. Johan, je hebt zeker meer meisjes. Nee, meer jongens, meer zonen. Zeven zonen en vijf dochters. Vijf dochters. Ja, Ja, maar bijna. En als die dochters iets plannen, de budgettakkie. Dan moest ik papa, we gaan naar Suriname. Maar je gaat voor ons. Je gaat niet voor het volk en de media. Kijk. Was dat echt Nee, afgesproken? kijk, we houden van het volk. Ja. Wij zijn het volk. Ja. We willen het combineren. Ja. En soms die combinatie is moeilijk. We begrijpen dat wij, we hebben mijn vader gewoon, ik moet spreken voor mezelf, ik heb mijn vader voor mezelf. Deze mensen in Suriname, wanneer ze hem zien, zijn ze blij om hem te zien. En dat begrijp ik. Maar als je soms even naar de markt wil gaan en gewoon samen met mijn vader groenten wil kopen, en het is al aangekondigd van, hey, Midoro. Dan is het wat moeilijk om rustig je groenten te kopen. Dus het is niet van we zijn gewoon voor ons. Maar laten we gewoon net als elke andere Surinamer in Nederland die op vakantie wil komen of in het buitenland, laten we gewoon even genieten. Maar toch dachten we van we kunnen de fans, de mensen niet vergeten. En dan zijn we hier vandaag. Ja, en Johan, een biografische documentaire. Wat kunnen we daarbij voorstellen? Boy, 40 jaar in de muziek. Ik heb heel veel gedaan. Ik ben begonnen als bassist. Ik ben gaan zingen later. Nou, eigenlijk voordat ik zong, bassist, keyboard, met toets, wampisting in een groep sociolobby in Utrecht. En daarna zanger geworden en producer geworden. Ik heb gedistribueerd met Kasaf was een product, had ik een overeenkomst met mij. Ik distribueerde Kasaf in heel Nederland. En ik ben een showpromoter en uitgeverij. Muziek uitgebracht voor diverse artiesten en mijn Oekraïense taal op de wereldmap gezet. In boeken verschenen in de hele wereld, via professor Rudy Bedacht in Nederland, Cuba, Panama, Venezuela, noem maar op. Gepromoot in de hele wereld, verkocht in de hele wereld, van IJsland tot Afrika, Azië. Alles komt in mijn 1 uur lange videobiografie. Documentaire voor en concerten. Mijn kinderen die in de muziek zitten, zij heeft zeker 8 jaar muziekacademie gedaan. Daphne ook nog, Derilio ook is muziekdocent aan het af. Ja, hij is bezig ook. Komend jaar gaat hij wat doen met het Conservatorium van Amsterdam Geweldig. om officieel als docent in de muziek te zijn.
Maranzo heeft ook basgitaar gespeeld. Allemaal kinderen van mij die ik heb gepresenteerd. Maar ook de eerste producer van de Maron Rap. Een revolutie voor Maron Rap. Ja, ja. Is uit mijn hand naar buiten gebracht. En ja, heel veel dingen. Ik heb genoeg gedaan wat ik in een uur kan samenvatten. En ja, al zeker 40 jaar ook op televisie. 41 jaar eigenlijk. Ik was 13 toen ik voor het eerst bij STVS op televisie was met Borge Breveld. Ja. Ik heb de beelden teruggekregen. Een 13-jarige Johan gaan jullie ook zien van Bidde toen. Met de eerste televisieprogramma van Borge Breveld in Suriname in 1983. Ik won ook een festival, een songfestival in 1983. Wow. Dus eigenlijk ben ik een jaar eerder begonnen met muziek. Maar ik praat over 14 jaar, want toen ben ik gaan lezen. Toen ben ik muziek gaan bestuderen op de basgitaar. Dus er is heel veel. Mijn vrouw zingt. Yeah. Hè, en Aladdin artiesten. Ik heb heel veel artiesten ondersteund. Recentelijk nog Kenya Domini tour gedaan. Een tournee met Kenya Domini in België en Nederland. Als showcenter, want ik heb een eigen promotiebedrijf. Ja. Enzovoorts. Ja. Het is Johan History. History. Mijn historie. Ik leef nog. Niemand kan mijn verhaal beter vertellen dan mijzelf. Geweldig. Dus even mijn liberté, Kota Kamang. En dan koop het neer. McDefense begrijpt dat je die snafouw een carrière kan gaan 40 jaar lang. Ja, ja, maar en ja. Ook constant. Continu. En het heeft u geen windeieren gelegd. Maar in Libiving. Milibiving, min of meer geleden. Mooi teur. Laten we even weer naar Charity gaan. Charity, ik heb begrepen, jullie hebben 9 districten bezocht. Ja, zeker. En hoe was het? Het is prachtig, hè. Het is als een droom. Ik zou nergens anders naartoe willen gaan dan naar Suriname. Is Suriname zo fascinerend? Prachtig, geweldig. Beste. Ik ben al naar Griekenland geweest. Mijn zusje al naar Turkije, Spanje. Engeland maakt niet uit waar en het is mooi, maar Suriname, je zakt gewoon op Sanderij en je denkt van Midoro, Midja. Jawel, het is prachtig. Ik ben teruggegaan naar mijn roots. Het is geweldig. Mooier dan je ooit kan voorstellen. En waar heb je die kinderen zo gebracht, Johan? Kingsai, Jasait. Kingsai. Ja. Ditabiki. Puketi. We hebben zelfs een videoclip opgenomen daar. Ja, ja, ja. Er is een soort microcentrale daar. Ze hebben nu eenmaal 24 uur stroom. Heb ik voor het eerst gezien in het binnenland. En we hebben mijn nieuwe videoclip, een deel daarvan ook opgenomen. Gewoon minder ding, stroomversnelling, dat je. Snap je? Ta, ta, ta. Hey. Nee. Oké. Maar het wordt wel hier geprimeerd, hè? Oké. Laat het allemaal komen. Mene vergeet niks. Utaki. Oké. Ik takt in zijn biografie, missie 2 over 9. Ik ga nog 2 minuten van jullie stelen. Ja? Wanneer komt het uit? Dit jaar. Want kijk, ik had een probleem eigenlijk met mijn staart. Met Akin Kring. Ik moest een jongen vinden die 9, 10 jaar, met mijn uitstraling, met mijn houding, met mijn allure, met alles van mij. Ja. En dat ging moeilijk. Allemaal zijn tip. Je bent maar soms, vorig jaar was ik hier 4 keer, maar dan voor een week. Ja. En dan voor even nog maar zo snel. Ja. En sommige mensen, ik belde van, oké, mijn zoon kan meedoen, Temiko met dat. Nou, een beetje te donker van kleur. Isabi toch, amang, op andere houding. Temiko tamantake, snap je nou, plastic. Krijg ik het er niet uit. En dus wie bent er plastic toen nou weer? Mina. De markt is mijn universiteit. Mijn eerste universiteit. Mijn rook moet uit de Woyogo in de businesswereld in Europa. Weet je, nu heb ik 6 handelsmerken onder All Management, Consultancy en Entertainment. We doen van alles. Zij studeert rechten, dus dadelijk kan ik alles aan over. De moeder doet zomaar een keer. En we beginnen school voor alles aan die dit trouwen. Maar de markt, daar is mijn universiteit. En ik heb mijn zoontje meegenomen, mijn Karaman Kadoboy. Somairo Misijan, Usabama Fusisa. Hij zong mee met mij op het podium in Kwaku. Ja. En hij heeft mijn rol kunnen spelen als de Johan van 10 jaar onder de markt hier in Suriname. Ja. Special thanks, marktmeester. De man heeft me gevaarlijk snel. Hij stond daar met cameraman en zo. En dan boeide hem vlot. En het is mijn eigen zoontje. Ja. En mijn laatste kind. En man play a role voor me. Mooi. Hoe is het om de dochter te zijn van Johan Misijan? Ja, hoe is dit? Ik vind het fijn.
Het is een geweldig ding om te zien dat mensen zoveel houden van mijn vader. Ik weet dat ik meer van hem hou. Maar het is leuk om te zien dat de liederen gedraaid worden. Mensen kennen de liederen. Ze denken van, hey, is dat niet die kleine jongen van de show? Ben jij niet die dochter die zong in het liedje? Zing jij Frans? Kan dat, dat je Frans praat? Dus het is een geweldig ding. Je gaat mee met de shows. Jullie zien natuurlijk de optredens. Jullie zien... jullie zien de productie, jullie zien het product, maar wij zijn achter de schermen. Wij zeggen van papa, dit, sorry, maar we veranderen het hemd. We doen even dit en we zien even dat. En dan zien jullie gewoon een perfect plaatje en mijn vader heeft eigenlijk gewoon zijn eigen team gecreëerd. Ja. Met al zijn kinderen en daar zijn wij deel van. En hij heeft gewoon zijn managers, music directors en we zijn gewoon één groot team. Dus het is leuk om, om deel te maken van zo'n familie. Ja. En, wij gaan verder ermee. Is hij streng? Ik wil weten dat hij streng is. Mijn vader streng, zeker. Maar jullie zien misschien een serieuze Johan Misijan die hier en daar wel lacht. Hij is de grootste teddybeer, de grootste grappenmaker. En ja, eigenlijk echt mijn beste vriend. Dus ja, hij is streng, maar rechtvaardig en heel erg fun. Geweldig. Ja. Johan, wat gaan we doen? Wat je komt bij Isetu documentaire. Ja. Maar wat heb je op PC naar Alibi Makandi? Ik wil wel, maar weet je wat het is? Nogmaals, ik heb een team achter mij. Ja. We hadden gepland om dit jaar op 3 augustus was het, een concert te doen in Suriname. En toen was er Suripop en toen hadden we al alles geregeld. En ik wist niet dat er Suripop zou zijn. Ik wist het niet. Ja. Dus ik heb tegen mijn beste vriend Olu Abena gezegd, we zullen cancelen, jongen. Als we het zelf moeten doen, moeten we weer een andere tijd uitkiezen. Ja. Maar elke organisator is vrij om mij te benaderen. Ik ben niet zo moeilijk als ik lijk. Enzovoorts. Ik ben niet zo duur als jullie denken. Is dat niet toch? Het kost wel wat. Ja. Maar if Sarana actie ving, dat we komen. Thank ik heb zoveel nummer 1 hits hier. Ik denk dat ik heel kondre kan bij mijn lobby. Oké. We gaan afsluiten en dan een soort pokoefie ook afsluiten af. We mijn lobby, dat is allemaal takkie. Oké, Mek aan meisje kies van pokoefie uit. Oké. Met welk lied kunnen we afsluiten van je vader? We sluiten af met Milo Bibi. Als een boodschap naar Suriname. En om te zeggen van Milo Bibi. Ja, COVID-periode is het uitgekomen. Hey, als ik Abo.